Yo, gasten, wat ik heb dan welkom terug bij weer een nieuwe aflevering van Happy Wheels. Vandaag ga ik weer verder met de levels die jullie hebben ingestuurd op #AGP. Maar ik wil eerst even wat zeggen over de vorige aflevering. Want daarin had ik geprobeerd zo weinig mogelijk te schelden. Nou ja, ik probeerde eigenlijk om niet te schelden. Dat was niet gelukt en daarom heb ik ook best wel veel duimpjes omlaag gekregen. Maar ik zag toch wel wat mensen die zeiden van oké, ja, het is wel leuk dat je het doet, maar ik vond de oude Timo leuker. En maar andere mensen zeiden weer dat het leuker was dat ik niet school. Dus ik weet niet, ik ga gewoon, weet je wat ik gewoon ga doen? Ik ga gewoon mezelf zijn. Laat ik maar snel doorgaan met de levels die jullie hebben ingestuurd op #AGP. De vorige keer zijn we geëindigd met het level van Matsermans. En vandaag gaan we beginnen met het eerste level van Spike Spleef. #AGP Spike Val. Doe alles even een duimpje omhoog, jongens. Dat zou ik heel erg waarderen. En dan gaan we beginnen met dit level. Timo, als jij deze map speelt, please wait 5 sterren als je een account hebt. Maar je bent de beste. Ik heb geen account, maar ik ga hem alsnog spelen. Let's go. Alright, Spike Val. Wie hebben we daarvoor nodig? Ik ga deze man doen. Timo, als je deze map speelt, je bent een big boss. Je moet de Segway guy zijn. Wow, ik heb gewoon in één keer goed. Ik had al zo vermoeden dat het moest. Oké, dat is wel toevallig dat ik in één keer goed heb dat ik de Segway boy moest hebben. De HGP Spikefall. Alright, let's go. Spikefalls zijn best wel moeilijk altijd. Ja, daar gaat een fout. Oh, bijna. Oké, hij is niet dat hij heel smal is. Dus misschien dat het toch wel moet lukken. Gewoon iets rustiger en vallen. Ja, we hebben hem, guys. We hebben hem. Nice. Tweede keer. Driemaal is scheepsrecht. Maar ik heb hem alsnog achter twee keer. Dankjewel, Spikes, blief. Dit was een leuk level. Alright, door met het volgende level van Tommy0901. En ze graag haal dit level. Dat was wel mijn plan. Ga voorbij Lucky, anders ben je noob. Oké. Okay. Wacht, ik ga weer goed gokken. Ga voorbij Lucky, dat is volgens mij zo'n pogo-springding. Oh, dat is het niet. Wie moet ik zijn in dit level? De oude man. Die kan vaak wel dingen. Oké, okay, hij is al dood. Hé, maar... Huh, hoezo ben ik dood? Hoezo was ik dood? Het gaat heel ver door. Wow, hè? Is dit wel een goede jongens? Ik betwijfel namelijk of dit haalbaar is. Holy shit. Oh, oh. Ben ik nou geraakt? Hè? Oh, wacht. Misschien moeten we weer iemand anders kiezen. Deze man, met zijn grasmaaier. Ben ik eigenlijk nooit. Oké, dat is een goede reden waarom ik hier nooit ben. Fiets, meneer. Die kan het niet. Dit level heb ik zo vermoeden, tot het best wel onmogelijk is. Ja! Oké, ik was even aan het toekijken, want ik kon helemaal niks doen. Maar ik heb het gehaald. Ga voorbij Lucky, stond er. Oké, maar... Oh, nu, ja, het gaat veel te snel. Kijk, hier was Lucky geweest. Oké, oké. Ik heb het gewoon gehaald. Tot en met het einde. Thanks, Tommy0901, voor jouw level. Oh, weer een level van Spikes, blief. Met de volg had wel een betere stemmen. Maar goed, we gaan het zien. #AGP BMX Parcours. Probeer maar even levend de finish te bereiken. Maar deze map is geweldig opscheppen. Als je deze map speelt, Timo, je bent de baas. Dankjewel. Ik heb zo vermoed dat het niet te halen is, jongens. Gaat kijken. Oh, misschien wel. Oh, dit is nog niet zo slecht. Ben ik dood? Nee, maar hoezo heeft deze zo weinig stemmen? Zo weinig votes. Dit ziet er best leuk uit. Hier rennen. Woop, kreinde. Moet hier even uitkijken voor die. Oh. Ja. Waarom heeft deze maar 2 sterren? Deze was leuk. Als ik account had. Oh, hè? Heb ik hem nou ik heb hem geraad. Hoe dan? Kan ik vanaf nu levels raten? Hè, maar ik heb toch helemaal geen account? Zouden ze dat geüpdate hebben? Nou ja, dan maar met het volgende level, denk ik dan. Van IQQ was 1, 2, 3. #AGP. Het is mogelijk, maar wel ook een beetje moeilijk. Ah, kut. Ik hou niet van moeilijk. Nou ja, het is gewoon lastig. Hoi, Timo is mis. Level, ik hoop dat je het leuk vindt. #AGP. Alright, we gaan het doen met de pogo. Want ik weet niet of je het gemerkt hebt, maar die kan best wel hoog springen. Oké, let's go. Woop. We gaan ervoor. Kom op, we gaan ervoor. Wow. Zo, ik ging gewoon sneller naar beneden dan dat ding. Dat was best wel cool. En ik zie daar de finish. Sorry meneer de oude man. Dit springt best wel moeizaam. En... Oh! What the fuck is dit? Check de... Oh my god. Gewoon in één keer gehaald. Dankjewel. Ik u was 1, 2, 3. Ik ben best wel goed bezig. Al zeg ik het zelf. Ik bedoel, ik heb al best wel veel levels gehaald. Zo met een paar kleine minuutjes. #AGP 999999 Impossible. Van Rick Menis. Let's go. Alright. Met de fiets. Dat is leuk. We gaan het doen. Dit is volgens mij niet de manier waarop ik het had moeten halen. Kan ik trouwens reten nu? Yo, you must be locked in to vote. Ah, ja, oké. Ik wou dat zeggen. Ik heb volgens mij helemaal geen account. Maar we gaan het nog een keer proberen. Wat? Nee, dit kan het niet zijn. Je moet zeg maar die rand volgen. Heb ik het idee, hoor. Ja, maar dat lukt niet. Ah, oké, dat was zo.
Dankjewel, Rick Menis, voor jouw level 999. Hij was niet echt impossible. Hij was best wel makkelijk eigenlijk. Maar toch bedankt. Alright, door met... Oeh, 5 sterren weer. Jongen. Die man, die Spike Spleef. Dit is zijn aflevering, jongen. Hij kan het. Maar dit bevalt me dan weer niet. Dit is heel erg moeilijk. We gaan het zien. Segway course. Dat laat me dan wel weer denken dat ik de Segway moet zijn. Maar staat hij hier zo? Weet je zeker dat dit met de Segway moet? Nou ja, op zich kan dit ook met de Pogo. Maar aangezien dit de Segway course noemt, ga ik het gewoon met de Segway doen. Want het is ook best wat te doen met de Segway. Oeh, goeie jump. Gekke jump. Nee, ik moet wel gefocust blijven. Zo, ja. We zijn er bijna. Alright. En alright. En alright. Wacht, nee, misschien als ik nou... En dan... Alright, dit is het moment. Nu dan misschien. Let's go. Misschien moet ik gewoon hier gaan staan trouwens. Dat doe ik moeilijk. Nee, dit werkt ook niet. Ja? Ja? Nee. Go naar voren. Ik heb nog steeds het idee dat ik gewoon hier moet springen. En dan... Nu ga je het doen. Ja, rollen. Oké, ik hoop dat dit het moeilijkste gedeelte van het level is. Want dit is echt moeilijk. De rest was allemaal wat te doen. Waarom zit dit er dan weer in? Ja. Oké, het was te halen. Geen idee hoe. Oké, rustig. Oké, nou moet ik de finish hebben, jongens. Niet schieten. Nee. Nee! Poep, dan moet ik weer opnieuw. Poep is geen scheldwoord, jongens. Asch. Dat was wel een scheldwoord geweest als ik dat niet had weggeknipt. Oké, dit is allemaal nog wel te doen, dit stukje zo. Maar dat daarna, dat stuk met die rondjes is best wel vervelend. Hoe is het trouwens allemaal met je... Hebben jullie alweer schoolkijkertjes van mij? Ik heb pas over een week weer school. Ik heb pas over een week weer school, dus ik heb nog een week vakantie. Maar waarschijnlijk zitten jullie alweer lekker op school, lekker te chillen. Ah, sukkels. Oh, rijden. Ja, goed zo, oké. Rustig. Finish. Ja! Dat was een grapje, jongens. Jullie zijn geen sukkels. School is goed voor je. En dit was een leuk level. Dankjewel, Spike Spleef. Je hebt gewoon al 3 leuke levels gehad in deze serie of deze aflevering. Dankjewel daarvoor. SKGP random map. Hopelijk heb je plezier aan dit level. Oké, dat ga ik eens even zien. Bam. Alright, de zoon zit in een hokje. Hey Timo, dit is mijn tweede level. Ook mijn tweede level. Oh, rijden. Alright. Kijk uit. Oh, wat staat hier? Er stond iets. Het is moeilijk te lezen, die zwarte letters op het witte stukje. Oké, even dat... Hop. Oké, dan zo. Ik weet niet, niet doodgaan stond er volgens mij. Wat een mooie bijl heb ik hier. Ja, zeker. Zeker als die gewoon jouw kant op gaat. Jets on the loose. Overal jets. Oh, wat moet ik hier doen? Oh, heel voorzichtig. It's jump time. Weer een random jet daar. Wee-hoo! Alright, het gaat goed. Ik ga vallen. Er zit hier een jet bij me. What the fuck? Hij vertraagt wel mijn val. Wow, dat was echt next level, man. Die jet die kwam uit het niets. Kwam die in mijn fiets. Dan had ik gewoon een jet bij me. Oké, dat was echt heel vet. Dankjewel, Nitric Boos. Voor jouw vette map. Alright, Roda 608. Het is tijd om jouw level te gaan spelen. Hashtag HGP parkour level. Succes. Dankjewel, we gaan met de fiets. Met de Segway bedoel ik. Gewoon de fiets pakken, maar het is de Segway geworden. Alright, let's go. Ja, parkour. Helemaal wit, alles is mooi wit. Ziet er mooi uit. Hup, spring. Mooi sprong. Been gebroken, maakt niet uit. We gaan door. Voorzichtig, niks breken. Zachte landing. Dit is best wel een coole stijl, moet ik zeggen. Oké, hier moeten we uitkijken. Te snel. Oké, ik ga het toch even met de fiets proberen. Want ik zag daar net ook die bottle run en dat is best wel lastig met een Segway. Dus daarom gaan we gewoon dit doen. Rijden, fietsen. Oké, we gaan nog een keer proberen. Let's go. Nice. Oké, voorzichtig. En dan hier een mooie salto maken. Dat is niet slim. Ah, fuck. Ik had geen salto moeten maken. Jawel. Hoppa. Hier, we hebben het gedaan. Oké, hier gaan we geen salto meer maken. Hier gaan we gewoon... Zo. Oké, nice. Dan gaan we hier voorzichtig naar beneden. Niet... Waarom breek ik mijn arm nou weer dan? Mooie zachte landing. Oké, en dan gaan we hier voorzichtig. Ja, nice. Oké, dan gaan we... Potteren. Wow, hij is lang. Finish. Nee, ik had moeten stoppen. Nou is hij nog dood, maar toch, was wel een heel erg leuk level. Roda 608, als ik een account had, had ik je gewoon 5 sterren gegeven, want dit was echt heel vet. Wat doet dit knopje eigenlijk? Wow, je kan gewoon fullscreen spelen. Zien jullie dit? Volgens mij zagen jullie dat niet. Je kon gewoon op fullscreen spelen. Wow, dat wist ik niet. Ik speel altijd gewoon in het venster. Maar ja, goed, dat te zijn. Bedankt, Roda 608, voor jouw vette level. Hij is graag peperkoer. Top. Alright, hebben we nog tijd voor eentje? Ja, we hebben nog wel tijd voor eentje. Zoe Hondke. SKGP Pogo voor Timo. Hey Timo, dit is mijn Pogo map. Hopelijk dat je hem speelt. Ja, dat staat er niet, maar dat maak ik ervan. Alright, let's go. Met de Pogo. Roze en... Dit is een beetje HGP. Oké, let's go. In één keer. En... precies iedereen. Die brak bijna zijn rug, die jongen. Is dit het al? Dit is trouwens nog niet, want ik moet er eerst nog onderdoor komen. Maar dat gaat goed. En zal dit de finish zijn? Zo'n
afsluiten met salto. We gaan afsluiten met de salto, jongens. Salto! Ah, nee! Ik ben erin geluisterd, jongens. Ik ben erin geluisterd. Ik dacht al, is dit het level? Maar ik ben erin geluisterd. Ah, er zit een muur. Oh, hier is de echte finish. Hoop ik dat ik niet weer getrold word. Ah! Oh, wat flauw. Ik moet erop. Alweer. Er zat gewoon een witte... Oh. Ik ben vies hard getrold door Zoe Hondke. Wel echt een leuk level. Dankjewel, Zoe. Oké, jongens, dat waren weer de levels van vandaag. Hopelijk vonden jullie dit weer een leuke aflevering. Als dat zo was, doe dan even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren en mij te volgen op Twitter. @DesikTimo. En dan zeg ik bedankt voor het kijken, jongens. En tot de volgende keer weer bij een nieuwe aflevering van... Happy Wheels. Let's go, doei.